samasta sukino bhavantu. Hallo, ik ben Anoushe van Stillness in Yoga. En een van de inzichten die yoga mij gaf, yoga in alle betekenissen, is dat ik besefte dat ik inderdaad echt niet mijn gedachtes ben, niet mijn gevoelens en dat ik ook echt niet dit lichaam ben. En dat is wel een heel mooi en belangrijk inzicht, maar hoe ga je daar nu mee om in het dagelijks leven? En in mijn twintiger jaren had ik ontwikkeld dat ik, ja, als er een hele moeilijke situatie voor me stond of een lastig ruzie of zoiets, dat ik eigenlijk in mijn hoofd dacht, ik ben helemaal niet mijn lichaam, ik ben helemaal niet mijn gevoelens. Dus hier ga ik me ook niet druk om maken. Maar daardoor miste ik wel het leven. En wat mijn inzicht is dat we eigenlijk vooral als vrouw en als yogi of yogini ook bereid moeten zijn om echt de gevoelens in alle lastige situaties te durven belichamen. En als er dan geen angst meer is voor de angst of angst voor de woede, maar dat je het moment, dat moment een soort respect hebt en bereid bent om dat hele gevoel te belichamen, omdat het dan ook zijn macht over je verliest. En je het ook gewoon langzaam, alsof het iets is wat door je heen komt en dan weer weg is. En dat is een van de dingen die heel belangrijk zijn als yogi, om ook helemaal te durven voelen. Want, bereid zijn om te voelen wat er is. En dat er geen groot verhaal bij hoort. En dat je gewoon dat moment neemt, precies zoals het is. En het ook weer van je af mag glijden. Dus dat is een van de dingen die ik graag aan jou mee wil geven. Dus dank je wel. Shanti, Shanti.